Een heel goede avond. Vandaag is er in de Oostkantons de grootste herdenking van de Slag om de Ardennen. Het is precies 60 jaar geleden dat de Battle of the Bulge begon. Op 16 december 1944 drongen Duitse soldaten opnieuw België binnen. De geallieerden hadden sinds die day, zo'n half jaar eerder, overwinning na overwinning behaald. Ze rukten op naar de Rijn. De Führer wilde alsnog hun opmars stoppen en de haven van Antwerpen opnieuw veroveren. Maar zijn troepen raakten uiteindelijk niet weer over de Maas. Op de heuvelruggen van de Ardennen zijn toen wel de gruwelijkste gevechten geleverd die er in ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. 100.000 Duitsers werden gedood of raakten gewond. Bij de Amerikanen sneuvelden 15.000 GI's. En honderdduizenden Ardennezen sloegen op de vlucht. Veel stadjes werden vernield. Sankt Vith bijvoorbeeld was volledig van de kaart geveegd. Oefalize en La Roche werden grotendeels vernield. Ook Bastenaken, waar de Amerikaanse generaal McAuliffe moedig stand hield, deelde zwaar in de klappen. Wij vertellen vanavond over Hitlers laatste wanhoopsoffensief in het Westen. De slag om de Ardennen. Dit is Honsveld, een dorpje op de Belgisch-Duitse grens. 60 jaar geleden was het een van de plekken waar Amerikaanse soldaten wat mochten uitblazen. Marlene Dietrich zou er op 16 december voor hen optreden. Een half jaar na D-Day zijn de Duitse legers al voor een groot deel teruggedrongen tot op Duits grondgebied en tot achter de grote rivieren in Nederland. De geallieerden maken zich klaar voor de eindstrijd. In de frontsector van de Ardennen gebeurt er niet veel. Het is een gebied waar moe gestreden divisies zich kunnen herstellen en verse soldaten voorzichtig van de strijd mogen proeven. De echte oorlog is elders. Tot 16 december 1944. Zur Überraschung der Feindseite treten in den Morgenstunden des 16. Dezember starke deutsche Kräfte aus dem Westwall heraus zu einem fürchten der Marathon-Angriff. Op 16 december gebeurt het onvoorstelbare. De Duitsers lanceren een massale tegenaanval over een front van 70 kilometer. Honderden tanks en tienduizenden mannen beuken tegen de dunne Amerikaanse frontlijnen aan en dringen België opnieuw binnen. De Amerikanen zijn volledig verrast. Hun inlichtingendiensten hebben niets gemerkt van de massale troepenconcentratie. Een halve stunde na aanvalsbegin. De eerste gevangenen passeren die Duitse linie. Het offensief in de Ardennen is een persoonlijk initiatief van Adolf Hitler. De bedrieglijke codenaam is Wacht am Rhein. Hitler wil zijn troepen in één week over de Maas hebben en daarna oprukken naar Antwerpen. De haven van Antwerpen is de draaischijf van de geallieerde bevoorrading geworden. De Amerikanen vragen zich af waar Hitler de divisies vandaan heeft die op hen afstormen. De Duitse invasiemacht is een mengelmoes van SS-veteranen en pas opgeroepen jonge mannen, de volksgrenadiers. Hun moreel is onverwacht goed. Het lijkt gesterkt door de vrede geallieerde bombardementen op de Duitse steden. Het doet de mannen deugd om die vijand eindelijk terug te kunnen slaan en om na jaren van schaarste van zijn rijkdom te genieten. De Amerikanen raken niet in paniek, maar hun stellingen zijn zo zwak dat velen in de eerste uren al sneuvelen. De overlevenden hebben vaak geen andere keuze dan zich over te geven. Het Duitse filmjournaal heeft nog maar zelden Amerikaanse krijgsgevangenen kunnen tonen. Nu marcheren ze in grote groepen langs de camera's richting Duitsland. Het duurt niet lang of de mensen in de Ardeense stadjes krijgen in de gaten dat er een einde is gekomen aan de maanden van rust. On a d'abord vu très tôt le matin repasser des quantités de troupes américaines réellement par choc contre par choc.
C'était en réalité ceux de la 7e division blindée qui quittaient Saint-Vite et qui allaient se mettre du côté de Yelsalm. On était inquiets, on se demandait bien pourquoi il y avait tellement de mouvements en ville, mais on ne pensait pas du tout à l'offensive, on n'en savait absolument rien. Ce n'est que vers 4h30, 5h après-midi, à la sortie d'un cinéma, qu'on a vu des personnes qui s'amenaient, comme en 1940, avec leurs vélos et des valises, etc., et des brouettes. Et ces personnes nous ont dit venir de Ligneuville et que les Allemands étaient déjà là. Le dimanche des 7 décembre, les jeunes, la jeunesse du village avait organisé le bal de la libération. Et l'orchestre battait son plein et à un moment, aux environs de 21h, moi j'étais trop jeune, j'étais pas encore au bal, enfin j'avais 17 ans, soit, sont entrés dans cette salle des gens de la région de Stavelot et au-delà de Stavelot, avec des havresacs et des couvertures, et ils disaient « Les Allemands sont aux portes de Stavelot, on évacue. » De Ardennezen vluchten niet allemaal weg. In de Oostkantons worden de Duitse troepen hier en daar toegejuicht, net als in 1940. De kantons waren tijdens de bezetting weer geannexeerd door Duitsland en de mannen opgeroepen voor Duitse legerdienst. Man muss bedenken, hier unsere Männer, Väter und Söhne, waren auf deutscher Seite und kämpften an den verschiedenen Fronten. Und das brachte die Möglichkeit, nochmals mit denen in Verbindung zu kommen. Man konnte wenigstens in schriftlicher Verbindung, man konnte nochmals einen Feldpostbrief schicken. Also, dass sie aus einem nationalsozialistischen Geist den Deutschen zugewunken haben. Auf keinen Fall. Denn hier unsere Bevölkerung, die hatten den Nationalsozialismus 4 Jahre lang ertragen müssen. Und da war manche Vermisstenmeldung, manche Gefangene und Todesnachricht hier in die Heimat gekommen. Und es war große Trauer. Nicht? Binnen het grote offensief is er nog een kleine smerige oorlog aan de gang. Dankzij buitgemaakte documenten weten de Amerikanen dat er Duitse commando's zijn uitgestuurd die in Amerikaanse voertuigen rijden en Amerikaanse uniformen dragen. De militaire politie controleert alles en iedereen. De meeste commando's lopen tegen de lamp. Hun vermomming is erbarmelijk slecht. Ze vertellen dat ze onder het bevel staan van Otto Skorzeny, de grote specialist van de geheime oorlog. De mannen moeten inlichtingen verzamelen en sabotage plegen. De Amerikanen hebben geen geduld met hen. Ze worden zonder pardon geëxecuteerd. Na de verrassing van de eerste uren herpakken de Amerikanen zich goed. De Duitsers halen hun doelstellingen voor de eerste dag van het offensief niet. In het noorden heeft een Amerikaans bevelhebber zich vakkundig teruggetrokken op de hoogte van Elsenborn en verspert zo de weg voor de rechterarm van de invasiemacht, het 6e SS-panzerleger. De Duitse bevelhebber in dit gebied is een persoonlijke vriend van Adolf Hitler. Het is een voormalige chauffeur en lijfwacht, Sepp Dietrich. Een bruut met een reputatie van onvoorwaardelijke trouw aan de Führer. Maar op dit terrein helpt hem dat weinig vooruit. Meer naar het zuiden lukt de doorbraak wel. Van zo gauw er een bres in het front is geslagen, rukt een kolonne van 4000 man, begeleid door enige tientallen tanks, snel op. De kampfgroepe Peiper, genoemd naar zijn bevelhebber, krijgt 4 dagen om de Maas te bereiken. In Honsveld is Marlene Dietrich vertrokken zonder op te treden. De Amerikanen met herstelverlof zijn geen partij voor de SS'ers. Ze nemen 300 GI's gevangen. 50 van hen en ook 3 dorpsbewoners worden afgemaakt. Een van de slachtoffers is een meisje van 13. Dit is de eerste van 14 Duitse slachtpartijen in het gebied.
Bij Beulingen versperst Amerikaanse artillerie de weg naar Luik. Peiper moet een omweg maken langs Stavelot. Bij het kruispunt van Bonnier botsen de Duitsers op een groep Amerikanen die uit de richting Malmedy komen. De nerveuze voorhoede van de kolonne Peiper ruimt het obstakel vlug op. Na een kort gevecht zijn er weer 130 mannen gevangen genomen. 71 krijgsgevangen GI's worden later dood teruggevonden met Duitse kogels in hun lichaam. De Amerikanen reageren geschokt. Hier en daar worden ook Duitse krijgsgevangenen gedood. Op 17 december om 1 uur stormt de kolonne Peiper Ligneville binnen. Peiper heeft van een Amerikaanse krijgsgevangene gehoord dat er hogere officieren verblijven in het Hotel du Moulin. Hij wil hen gevangen nemen, maar komt net te laat. Ook hier moordt de SS. 8 Amerikanen krijgen de kogel. Na een gevecht van enkele uren gaat het verder naar het westen, naar de vallei van de Amblève. Een korte luchtaanval kan de Duitse opmars niet tegenhouden. Amerikanische jachtbomber grijpen voorgehende Duitse kolonnen aan en versuchen onze marsbewegungen te stören. Vlak neemt ze onder Feuer. December rolt de kolonne Peiper Stavelot binnen en verovert ze zonder moeite de belangrijke brug over de Amblève. De zware Duitse tanks geraken niet zonder moeite door de smalle straatjes. Sommige bemanningen schieten op alles wat beweegt. À ce moment-là, au premier char, il y avait donc le chef de char qui était sorti de la tourelle. Et quand il a vu que les femmes crient, ils ont fait signe bonjour à l'Allemand, mais l'Allemand a sorti une mitraillette du chaud, de la tourelle, et a commencé à tirer sur eux. Na Stavelot gaat het richting Trois Ponts, maar daar wacht Peiper een verrassing. Il a dû bifurquer vers la Glaise pour la bonne raison que le pont à Trois Ponts était sauté. Il a continué jusqu'à Neumoulin et à Neumoulin, le pont a de nouveau sauté. Il a reflué vers la Glaise, il a bivouaqué entre Stoumont et la Glaise dans la nuit du 18 au 19. Et le matin du 19, il a attaqué le village de Stoumont. Deutsche Panzer durchbrechen Drahtsperren und dringen in ein Dorf ein. In Stoumont botsen de Duitsers op een sterke Amerikaanse stelling. Peiper dringt het dorp binnen met 7 zware pantertanks. Maar de Amerikanen hebben een 90 mm kanon opgesteld. Ze houden de kolonne verscheidene uren aan de praat. De panters alleen kunnen geen beslissing afdwingen. De SS moet een infanterieaanval uitvoeren voor de Amerikanen zich overgeven. Schüttelnd und oft völlig verstört kommen die Amerikaner aus den Häusern. Alweer 130 Amerikanen worden krijgsgevangen gemaakt in Stoumont. De Duitsers melden dat zelf aan hun tegenstanders met een buitgemaakte telefoon. De kolonne Peiper lijkt niet te stuiten. Weer gaat het verder richting Maasvallei. Deze keer tot Tarnion.
Dans l'après-midi du 19 décembre, après avoir pris le village de Stoumont, Peiper a décidé de pousser en avant et il s'est fait arrêter ici par des blindés du 740e tank bataillon de Roubel qui venait de Remouchamp. En moins de 30 minutes, le 740e tank bataillon a détruit trois chars Panther. Et l'avance allemande fut définitivement bloquée. In drie dagen tijd heeft de kolonel Peiper 120 kilometer afgelegd, een record in oorlogstijd. Maar de tanks staan zonder brandstof en bij Petit Spé is de laatste brug over de Amblève bezweken. De SS'ers kunnen niet meer terug. De Amerikanen hebben Stavelot heroverd en vallen langs alle kanten aan. Peiper zit in de val. La Glaise wordt een slagveld. Terwijl Peiper zijn huzarenstuk opvoert in het noorden, gebeuren er belangrijker dingen in het zuiden. Een grote Duitse troepenmacht rukt op naar het centrale knooppunt van de Ardeense wegen. Bastogne. De inwoners van Bastogne zien met ledenogen dat een deel van de Amerikaanse troepen de benen neemt. De vertrekkers zijn stafofficieren en hun medewerkers. De gevechtstroepen blijven wel, maar de bevolking begrijpt het allemaal niet goed. Que va-t-on devenir? C'est fini? Oui. On pleurait. Bon, vous savez que les gens, ils sont partis l'Oufalise. Les deux derniers Américains, un lieutenant et un sergent, ont été tués au-dessus de la route de Bastogne par des Allemands habillés avec des vêtements américains. Zoals in mei 40 slaan veel mensen op de vlucht. Op het hoogtepunt van de Duitse aanval zijn er meer dan 200.000 van huis weg. La moitié d'Oufalise était partie. Oufalise comptait 1500 habitants. Disons qu'il en restait 700, mais tous les hommes valides et les jeunes de 17-18 ans étaient partis. Le bourgmestre avait fait appel en disant partez, oui. Bovenop de miserie van de vlucht komt de argwaan van de Amerikanen die overal naar commando's speuren. Bastogne is een belangrijk verkeersknooppunt en het hoofdkwartier van het 8e Amerikaanse legerkorps. Maar toch zijn de Amerikaanse stellingen minimaal bezet. De stad betaalt de prijs voor het berekende risico dat de Amerikaanse legerleiding in de Ardennen genomen heeft. Ze raken zonder veel moeite door de barrages op de vitale weg van de Duitse grens naar Bastogne. Tegenover de Duitse tanks kunnen de Amerikanen alleen licht bewapende groepen plaatsen. Het lot van Bastogne lijkt bezegeld. In het geallieerde hoofdkwartier klinkt de alarmklok. Generaal Eisenhower stuurt meteen versterking. De paras van de 101e divisie. De mannen worden ijlings naar Bastogne gebracht, zonder speciale bewapening. Hun bevelhebber is brigadegeneraal Anthony McAuliffe. Paras van McAuliffe komen net op tijd om de Duitse aanval te helpen opvangen. Het wordt kantje boordje voor de Amerikanen. De Duitsers brengen de GI's zware verliezen toe.
maar ze houden stand en slagen erin om met hun relatief lichte geschut de tanks tot staan te brengen. Van de 101e divisie missen aangepaste wapens, maar hun grote vechtlust maakt veel goed. In het geallieerde hoofdkwartier belooft generaal Patton om binnen de 3 dagen klaar te zijn voor een tegenaanval. Een logistiek mirakel. Want Patton's divisies moeten van heel ver komen. December 20. Na een zware Duitse aanval moeten de Amerikanen een van hun stellingen prijsgeven. Maar de Duitse troepen moeten verder naar het westen. Bastogne wordt omsingeld. Alle wegen zijn afgesneden. In het noorden zijn het Duitsers die omsingeld zijn. Peiper en zijn mannen zitten nog altijd vast in La Glaise. Ils se sont sauvés à pied dans la nuit du 23 au 24. Le matin du 24, ils se trouvaient au fait de la colline que vous voyez là. Mais dès que le jour s'est levé, des Peiper Cup ont survolé la colline. Ils se sont tapis dans les fourrés, dans les sous-bois. Et au crépuscule, ils ont repris la marche vers l'est. Et finalement, dans la nuit du 24 au 25, ils sont parvenus à rentrer dans leur ligne à Wan après avoir traversé la Salme à Gué entre Trois Ponts et Grand Halleux. In La Glaise zijn er nog altijd sporen van de strijd van toen. Velen zijn die vandaag nog niet vergeten. Où nous nous trouvons ici, à quelques mètres, était parqué, si on peut le dire comme ça, le fameux tigre royal qui trône sur la place du village actuellement. Mm-hmm. Le village était détruit à 85%. Il y a plusieurs personnes qui avaient perdu la vie et ça a été très dur après. Vous savez, moi j'avais 17 ans et ce qui était terrible, c'est d'abandonner, c'est pas... Ook in Stavelot zijn sommige wonden nog niet geheeld. Veel inwoners zijn daar 60 jaar geleden hals over kop voor de Duitsers gevlucht. Velen zijn dagenlang onderweg en schuilen in de bossen. Ze hebben nauwelijks wat te eten en durven geen vuur maken uit angst beschoten te worden. De Luftkantine bleven we zien terug, ja, dat is zo. Réfugiés attendus à Borne, qui ont fait des kilomètres et des kilomètres. Dans l'état où il y avait de la neige, du gel, à pied, avec les enfants, il y en a qui sont morts. De Duitsers willen Stavelot ten alle kosten heroveren. De strijd woedt dagenlang. De hele benedenstad aan de Amblève wordt in puin geschoten. Zieken, bejaarden en gewonden schuilen in de kelders onder het stadhuis. Oh, il y a eu à certains moments, on ne les a évidemment pas compté à l'unité presse, savez-vous, mais il y a eu dans les environs de 300 personnes. À partir du moment où les personnes qui s'étaient réfugiées dans les caves d'une laiterie, donc qui se trouve à l'autre côté de l'Amblève, ont pu passer la rivière et s'amener ici. Je dirais comme caractéristique, quand ces personnes-là sont arrivées ici, elles avaient toutes apporté des paquets de beurre de 5 ou 10 kilos. Et c'était à peu près, avec les choses, avec les pommes de terre donc, qu'on avait rentrées, la seule nourriture qu'on avait à ce moment-là. Et alors, à un moment donné, on nous avait cuit les pommes de terre pour faire de la soupe, je ne sais pas dans quoi, de l'eau vraiment,
Et les épluchures, on faisait la soupe avec les épluchures et on mangeait une petite pomme de terre nue. Mais on n'avait rien, rien du tout. Il y a eu quelques jeunes de Stavelo qui ont risqué, qui vraiment risqué leur vie pour aller dans des fermes assez éloignées, à Charles, pour ramener du lait parce qu'il y a eu 4 personnes qui se sont accouchées sur le tas de charbon. Omdat hun aanval op Stavelo niets oplevert, wreken soldaten van de 1e SS-panzerdivisie zich op weerloze burgers. In dorpjes als Ster, Parfondrouy en Wan doden ze bejaarden, vrouwen en kinderen. Il y a eu 164 personnes tuées à Stavelo. Ce n'est même pas tué, c'est massacré. Hein, puisque vous avez un enfant de 9 mois. Sur la route de Trois Ponts, vous verrez la maison de Le Guay, 23 personnes en un tas. À Parfondrouy, il y en a 18, il y en a 24 dans l'autre. C'est un total de 164. Et ce sont tous des civils sans armes. Mais on ne sait pas expliquer. Komen de grotere wegen van de Ardennen ook samen in het stadje Sankt-Vith. Controle over Sankt-Vith is onmisbaar voor de Duitse opmars. Maar uitgerekend daar houdt een Amerikaanse eenheid hardnekkig stand. Net als Bastogne wordt Sankt-Vith bijna volledig omsingeld. Ook zware tanks worden daarbij in stelling gebracht. Kruispunt van Poteau proberen SS-eenheden de laatste uitweg af te snijden. Verdedigers van Sankt-Vith behouden die laatste levenslijn. 5 dagen houden de manschappen van de Amerikaanse 7e divisie stand tegen een Duitse overmacht. Dan krijgen ze de toestemming om Sankt-Vith te ontruimen. Op 23 december valt Sankt-Vith in Duitse handen. 10.000 Amerikanen raken heelhuids weg. Ze laten honderden dode kameraden achter. Maar het Duitse offensief heeft ook in deze sector een fatale vertraging opgelopen. General von Manteuffel, er hat gesagt, wenn die Offensive am 17. Dezember abends um 18 Uhr nicht Deutschland, nicht Sankt-Vith eingenommen hatte, dann war der Offensivplan gescheitert. In de dagen voor Kerstmis begint het ook op het Ardeense plateau te sneeuwen. Wapens en voertuigen worden wit geschilderd. Ondanks het slechte weer blijft de stemming bij de troepen vrij goed. De inwoners van Bastogne kunnen alleen maar toekijken. Dan komt er een Duits ultimatum. 2 boodschappers laten de tekst bezorgen aan generaal McAuliffe. Die antwoordt met de krachtterm nuts. Geen sprake van. Waanzin wat dat alles betekent. Verstehe nog immer niet die antwoord des generaal McAuliffe. The Major thinks General McAuliffe must have misunderstood. We have appealed to the well-known American humanity to save the people of Bastogne from further suffering. We have given you 2 hours to consider before raining destruction upon you. We do not understand General McAuliffe's answer. I'd be glad to repeat it. The answer is nuts. Nuts, sir. Nuts? De Duitse reactie is even krachtig. Een luchtbombardement.
23 december. Het weer is opgeklaard. De Amerikaanse luchtmacht kan eindelijk wat voorraden droppen. De Duitsers krijgen bommen op hun stellingen. Tegen de avond valt de Duitse infanterie aan. De hele nacht wordt er doorgevochten. Bastogne blijft in Amerikaanse handen. Terwijl de slag om Bastogne woedt, nadert de Duitse voorhoede in het westen de Maas. Ze bereikt het stadje Hochfeld. Een Amerikaans infanterieregiment verdedigt hardnekkig het centrum van de stad. De Amerikanen moeten zich met zware verliezen terugtrekken. De Duitsers plunderen de stad. Ze zijn nog optimistisch. December 24, Foy Notre-Dame. De aanvalspit staat op nog geen 7 kilometer van de Maas. Een Duitse patrouille vertrekt richting Dinant, op zoek naar een plaats om de Maas over te steken. De Duitsers dragen Amerikaanse uniformen en rijden met een jeep. Bij de Hoche Bayard stuiten ze op een controlepost. De drie inzittenden zijn op slag dood. Verder zijn de Duitsers in het westen nooit geraakt. Het beleg van Bastogne duurt voort. In de kelders van de meisjesschool schuilen honderden mensen. Notre-Dame de l'Abri a un sens pour toutes les personnes qui ont vécu ici l'offensive. Vous vous rendez compte, nous n'avions aucune lumière, pas d'électricité, pas de chauffage, et il y avait de temps en temps une petite bougie par-ci, par-là, qui éclairait, disons, le couloir. On avait que cela. Et au fur et à mesure que les bombardements passaient, tous les carreaux des vitres tombaient, même les portes ici tombaient. Tellement ça s'était ébranlé dans tous les sens. Les gens avaient très peur, très peur. Les gens de la ville avaient très, très peur. D'ailleurs, nous autres aussi, mais on essayait de se contenir. On essayait de faire chanter les élèves. Il y avait justement dans le groupe des trois sœurs qui étaient là, il y avait la sœur musicienne qui se trouvait là. De sorte qu'elle a fait chanter les élèves, elle a préparé la messe de minuit avec les élèves. Elle les faisait chanter et alors les élèves, la population écoutait et chantait. De dood loert overal in Bastogne, zelfs in de gebedsruimte van het klooster. C'était ici donc l'oratoire où on avait déposé le Saint-Sacrement et sœur supérieure se trouvait là en prière. Et à un certain moment, il y a eu un bombardement et des éclats d'obus un peu partout se sont répandus, ont traversé une cave, disons, de l'autre côté de 7 mètres, sont passés ici, dans le tabernacle, ont vraiment torturé le ciboire et voilà, l'obus est sorti et a atteint sœur supérieure à la carotide. Elle a vécu encore un quart d'heure et elle est morte après. Voilà le chandail qu'elle portait sur elle au moment où elle l'a reçu, donc
l'éclat d'obus. Voilà. Kerstnacht 1944 is geen heilige nacht in Bastogne. Et voilà, juste au moment où on veut commencer la messe de minuit, voilà un bombardement formidable, formidable, qui a commencé et qui a duré presque jusqu'à 4 heures du matin. Bastogne is een grote puinhoop. Tot 10 keer toe bombardeert de Luftwaffe de stad. Het Amerikaanse hoofdkwartier en het veldhospitaal worden zwaar getroffen. Op kerstdag breken Duitse tanks en infanterie door de lijnen. Velen in Bastogne denken dat het einde nabij is. Maar de Amerikaanse infanteristen en paras bijten van zich af. De Duitse aanval wordt weer afgeslagen. Maar beide zijden lijden zware verliezen. Die avond kunnen de Amerikanen eindelijk kerstmis vieren. December brengt goed nieuws. Bij Assenois, ten zuidwesten van Bastogne, hebben de mannen van Patton de Duitse omsingeling doorbroken. Patton's tanks hebben er een tocht op zitten van meer dan 100 kilometer door sneeuw, modder en ijs. Bastogne herademt. Er is weer bevoorrading en de gewonden kunnen weg. Patton is de held van de dag. In Sankt-Vith hangt er een andere sfeer. Op de dag dat Bastogne uit de Duitse klem gehaald wordt, leggen 250 geallieerde vliegtuigen een bommentapijt op de kleine stad. De zin van de operatie is niet helemaal duidelijk. Want Sankt-Vith kan geen belangrijke rol meer spelen in dit stadium van de strijd. Er vallen honderden doden. 90% van de gebouwen ligt plat. Es haben sich sehr große, tragische Szenen abgespielt hier im Krankenhaus in Sankt-Vith. Nicht? Und da sind sehr viele Leute umgekommen. Nicht? Man spricht von 300 Toten allein im Klosterkeller. Und die viele alte Leute und Verwundete und kranke Leute sind bei lebendigem Leibe verbrannt. Man hat sie schreien gehört, nicht? Und konnte sie nicht retten. Zijn bevelhebbers ter plaatse hebben al lang ingezien dat de zaak verloren is. Maar Adolf Hitler gaat door. Zijn troepen moeten nu proberen om Patton's smalle corridor naar Bastogne weer op te breken. De tanks van von Manteuffel beuken even bezuiden Bastogne tegen de corridor aan. In de dorpjes die in de vuurlijn komen te liggen, gaan de burgers door de hel.
Von Manteuffels tegenaanval duurt 5 volle dagen in de bittere koude. Maar de corridor houdt stand. Dan is het de beurt aan de Amerikanen om in het offensief te gaan. Hun overmacht in de lucht maakt het verschil. De Duitse voorhoede bij de Maas wordt in het nauw gedreven en ontregeld vanuit de lucht. Daarna maakt de geallieerde grondartillerie de zaak af. Hitler staat eindelijk toe dat de Duitse troepen zich terugtrekken op een verdedigbare lijn. Die ligt volgens de Führer niet verder naar het oosten dan La Roche en Falaise. Het is nu wel zeker dat Bastogne niet meer in Duitse handen zal vallen. De stad krijgt ineens een geweldige symbolische betekenis. Het geallieerde opperbevel is niet helemaal eensgezind over de verdere aanpak. Eisenhower heeft een deel van de Amerikaanse troepen onder bevel van de Britse maarschalk Montgomery geplaatst. En Monty neemt zijn tijd. De streken onder Duitse controle worden zwaar gebombardeerd voor het grondoffensief op gang komt. De burgers lijden daar meer onder dan de Duitse soldaten. Bruggen, wegen en kruispunten worden systematisch vernield. Om 2 strategische bruggen in La Roche te vernietigen, leggen de geallieerden de helft van de stad in puin. Meer dan 100 mensen komen daarbij om het leven. Falaise wordt tot 3 keer toe gebombardeerd. On se demandait si ce n'était pas la fin du monde. C'était quelque chose d'hallucinant, vous voyez. Une heure avant, on voyait les maisons en face de chez nous. Et une heure après, toutes les maisons étaient soufflées dans le bois qui donnait entre la route de Bastogne et l'Ourcq. On a été logés dans une cave, alors. Et le lendemain, mon parrain et papa sont montés pour aller rechercher des vêtements et ce qu'on avait, parce qu'on avait que ce qu'on avait sur le dos. Et il redescendait, et papa dépose la malle qu'il avait sur son dos. Et il dit à mon parrain, « Arrête, François !» Parce que le bombardement recommençait. Mais le temps que papa recharge la malle sur son dos, mon parrain avait fait quelques mètres, et la maison s'est écroulée sur lui. Alors nous avons voulu aller à l'église, dans les caves. C'était complet. C'était complet. Nous avons voulu aller dans les tanneries, c'était complet. Alors nous sommes partis par la route de La Roche et on se faisait mitrailler par les avions hein, parce qu'il y avait une DCA sur les hauteurs. Alors on se faisait mitrailler, on cachait sa tête et on avait tout le corps libre. Combien vous étiez là? 31 dans la même cabane. Et il y avait 16 enfants. Pas de WC, rien du tout. On devait sortir par une fenêtre qui était aussi haute que ça, grimper et aller dans la cour derrière, à chacun à son tour. On n'avait pas d'eau pour se laver dans cette salle. Rien. On se lavait avec un peu de neige. Joseph Despierreux, des hommes les plus valides du lot, est venu à l'hôtel, à la ferme Romerche, où il y avait eu des bêtes tuées par les bombardements. Et il a découpé les bêtes et il a ramené les cuisses arrière de bêtes qu'on pendait à un arbre. Et évidemment, le temps nous a aidés, là, parce qu'il faisait très froid. La viande était gelée. Et on coupait chacun une tranche de viande à l'aide d'une serpe. Et on suçait la viande crue, gelée. On essayait de faire du feu, on mettait des branches au-dessus du feu pour que la fumée se répande, pour ne pas que les avions voient la fumée. On mettait des branchages, etc. Et on avait une couverture pour 3. Vous voyez, on se chauffait devant, on avait froid du dos. Il y avait de la neige comme ça. Hein? Vous mangez quoi, là? On mangeait quoi? Oui. Eh bien, on allait mendier, là. 6 januari 1945. Voor de 3e keer krijgen de geallieerde bommenwerpers Falaise in het vizier. C'est quelque chose d'abominable.
Je peux... Ça ne me vante pas. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Mais j'en ai vu qui grimpaient au mur. Mm-hmm. C'est affreux, n'est-ce pas, ça? Vous étiez combien comme ça dans ce... Plus de 100, hein? 100 personnes. Plus de 100 personnes, oui. Ouais. En tout cas, c'était un désastre à Oufalie. Ça avait 200 victimes le lendemain, quand même. Ouais. La vie ressemblait à quoi? À plus rien, à plus rien du tout. À plus rien du tout. Il n'y avait plus de route, il n'y avait plus de sentiers. Les gens passaient là où il y avait eu des maisons, il y avait des tas de briques, des tas de, et les gens passaient dessus. Alors on a commencé à relever les morts, là. Ah oui, ça aussi. On a commencé qui était resté là depuis. Qui était resté là depuis, qui était gelé, bien sûr, parce qu'il gelait très fort. Hein. Donc, ils étaient raides, oui, mais ils n'étaient pas abîmés. Non, hein. Personne, non. Hein, il y en avait ceux qui étaient recouverts de paille. On allait lever la paille pour aller voir qui c'était. Il y a des familles entières disparues, vous savez. Dans le Mans, il n'y a pas tellement eu de victimes aux Falaises. Hein. Il y a eu plus de civils tués aux Falaises, je crois, que dans le Mans. Tout le monde a volé aux Américains. Un rare, c'était papa, qui disait, mais oui, mais pensez un petit peu s'ils n'avaient pas bombardé. Les Allemands seraient revenus en force. Et nous étions déportés, ou nous étions esclaves. Mais ça, on ne comprenait pas à cette époque-là. De geallieerden hebben nog de hele maand januari van 1945 nodig om de Duitse troepen weer over de grens te drijven. Met operatie Wacht am Rhein verliest het Duitse leger 100.000 man aan doden, gewonden, krijgsgevangenen en vermisten. De verliezen aan Amerikaanse kant worden geschat op 80.000 man, van wie 15.000 doden. Het Duitse Ardennenoffensief vertraagde de opmars van de geallieerde legers in het westen. Het was duidelijk dat Hitlers troepen konden terugvechten. En dat er, als de oorlog nog lang duurde, veel meer geallieerde soldaten zouden sneuvelen. Om de overgave van de nazi's te bespoedigen, kozen de Britten en Amerikanen voor zonebombardementen boven Duitsland. Middeleeuwse woonkernen werden volledig verwoest. En daarbij kwamen er op het eind van de oorlog nog honderdduizenden burgers om. Possibly we were killing civilians as we shouldn't have done, but then they killed civilians in London, Coventry, Southampton, Bristol, places like that. Bei meiner Mutter kann ich mich erinnern, war die war skalpiert, war die ganze Kopfhaut nach hinten runtergezogen. Dresden, een stad zonder oorlogsindustrie waar veel vluchtelingen naartoe trokken, werd vernietigd. Ook Ellingen en Würzburg werden bedolven onder een brandbommentapijt. Volgende week reconstrueren we de raids die de Britten en de Amerikanen uitvoerden op Zuid-Duitse steden. We vertellen de historie van de gruwelijke en vaak nutteloze vuurstormen in Bommen op het Derde Rijk. Heel graag tot donderdag.